Hallo, mijn naam is Laura en we zijn vandaag op de flyershoot van Miss Fashion 2018. Ik ga eens rondgaan en ik ga jullie voorstellen aan enkele kandidaten. Kiekeboe. Hey. Wie ben jij? Ik ben Annemai. En wat vind je er voorlopig al van vandaag? Ik vind het heel leuk om vooral opgemaakt te worden en mijn haar te laten doen, want het is helemaal anders, vind ik. En ik heb er heel veel zin in om te shooten nu. Voilà, dat was Annemai dus al. Hier zitten nog enkele kandidaten. We zullen eens bij hun gaan horen. Hallo. Mocht u naam eens even zeggen? Ik ben Amber Roelekens. Ik ben Chelsea. Ik ben Shana. En dan hebben we hier nog iemand zitten. Ik ben Febe. Ik ben Anke. Hallo, ik ben Paul. Ik ben Amber. Ik ben Shanandra. Dit zijn nog allemaal kandidaten. Febe, ik denk dat jij al geweest bent. Heb je ook al foto's laten nemen? Nee. Wat verwacht je eigenlijk van de flyers? Goh, glamorous natuurlijk, aan het haar en aan de schmink te zien. En ja, een mooie uitkomst natuurlijk. We zijn zeker benieuwd, hè? Dus we gaan eens verder kijken. We gaan eens naar onze miss. Onze miss is wel nog niet naar haar en make-up geweest, dus we gaan zien wat een natural beauty ze is. Anna? Hallo, onze miss. Wat verwacht jij van vandaag? Vandaag, vooral een heel toffe dag. Meisjes kunnen voor het eerst na de halve finale eigenlijk samen zijn. Elkaar echt goed leren kennen, want we waren eerst met meer dan 40 meisjes, dus dat is nogal moeilijk om elkaar persoonlijk te leren kennen. En wat denk jij dat de uitkomst zal zijn na deze flyershoot? Supermooie flyers natuurlijk. We hebben iemand die een supermooi concept heeft bedacht en uitvoert. Topfotograaf en topmodelletjes, dus dat zal zeker goed komen. Heb je al iets? Kan je al een tipje van de sluier vrijgeven over de flyers? Mag niet eigenlijk. Het is top secret, nog afwachten voor iedereen. Het zal dus afwachten worden, we zijn zeker benieuwd. Hier zien we dan onze fotograaf aan het werk, Steven Masset en Nico de assistent. Momenteel zijn we een van de finalisten aan het shooten. Nu zullen we naar de make-up ruimte gaan en naar het kapsalon gaan. Hier komen we in de make-up ruimte toe. Hier worden de meisjes opgemaakt door verschillende visagisten. We gaan eens horen wat zij ervan vinden. Hè. Dag Lien, je bent juist opgemaakt. En wat vind je er zelf van? Ik vind het echt heel mooi. Het is echt prachtig. Is het niet raar om jezelf zo eens helemaal anders te zien? Jawel, zeker wel. Het is echt een verandering. Het is echt mooi. Oké, dus je bent tevreden met de make-up? Ja, heel tevreden. Ja. Dat is al goed, hè? We zullen eens verder gaan kijken, want ik heb gehoord dat de meisjes een hele make-over krijgen en zelfs hun haren worden gekleurd. Dus we gaan eens even kijken, hè? Daar zien we er al eentje die de haren worden gekleurd. Hallo? Jouw haren worden gekleurd vandaag. Wat vind je ervan? Heel spannend. Ik ben heel benieuwd naar de kleur ook wel. Vind je het oké dat de haren worden gekleurd? Ja, daar heb ik helemaal geen problemen mee. Omdat de halve finale vond ik ze heel mooi, omdat er nog zo'n beetje koper in zat. En ik vond het heel spijtig dat ze zo geel aan het uitslaan was. En nu ben ik heel blij dat mijn haar hier wordt gedaan vandaag. Voilà, ik ben zeker benieuwd naar de uitkomst. En ik hoop dat je gaat stralen op de flyers. Hè? We gaan hier nog eens kijken. Zijn jullie al geweest? Heb jij ook al een fotoshoot gehad? Ja. En wat vond je ervan? Heel erg leuk. Was een leuke ervaring. Ja, en wat vind je van de poses en wat vind je van... Ja, wat denk je er zelf van? Even wennen. Het is een beetje overdreven. Je moet veel veranderen eigenlijk. Kan je zo een tip geven voor wat een foto extra maakt? Je houding. Houding en je gezicht. En wat bedoel je dan? Het meer het sexy kijken of het overdrijven of... Het is niet echt normaal kijken. Normaal moet je veel lachen en nu is het heel serieus. Oké, de meisjes leren vandaag dus van alles bij. En na vandaag gaan we de flyers zien van de meisjes. Ik ben in ieder geval al heel benieuwd naar de uitkomsten. Ik hoop jullie ook, dus blijf zeker op de hoogte. Hè. Volg ons.